Deze oefening gaat over knippen en plakken. En dat gaan we doen aan de hand van een foto. Dus we gaan nu echt foto bewerken. Dus we gaan bestand. Klik op openen. Klik de roos. Die kun je downloaden vanuit mijn Google+. De link staat onder het filmpje. Klik je op openen. En dan hebben we hier de roos. En die gaan we dus nu uitknippen. Met het vrije selectiegereedschap. Om het beter te kunnen zien, kun je op de plus drukken van je toetsenbord en dan zoomen we wat verder in. Nu beginnen we zo op een puntje en dan trek je steeds een draadje en dan klik je elke keer op een puntje waarvan je zegt van hier ga ik de hoek om en daar klik je. Als je heel precies bent, dan doe je heel veel klikjes en wil je snel werken, dan doen we lange halen snel klaar. Het hangt er helemaal vanaf wat je uiteindelijk met het uitgeknipte object gaat doen. Ik wil deze roos op een witte achtergrond gaan plakken. Dus dat, dan wil ik hem wel een beetje mooi uitgeknipt hebben, want dan zie je alles. Ik zal hier eventjes een beetje per ongeluk ernaast gaan. Dan kunnen we laten zien wat je moet doen als je niet helemaal precies bent geweest. Dat komt dan dadelijk. En zo knip je helemaal in de ronde. Zo precies mogelijk. Als je bijna rond bent, dan klik je op je eerste puntje waar je begonnen bent. En dan is de selectie compleet. We gaan nu deze roos knippen uit de achtergrond. En dat doen we door te klikken met je rechtermuisknop. Dan krijgen we een handig venstertje. En daar gaan we naar bewerken. En daar klik je op knippen. En nu is de roos helemaal weg. En nu wil ik de roos plakken op een nieuwe laag. Dus nu ga ik weer rechts klikken, weer bewerken en dan plakken. En dan is de roos weer terug. Nu zou je zeggen, wat is er veranderd? Nou, je kunt de roos nu verplaatsen, zoals je ziet. En we hebben een zwevende selectie aangemaakt. Dat is ook de reden waarom je kunt verplaatsen. We gaan nu de roos een eigen laag geven. Dat doe je door hier op nieuwe laag. Je moet wel de goede laag aanklikken, de zwevende selectie. En dan klik je op nieuwe laag. En nu zie je de roos verschenen op een nieuwe laag. Als we nu de oude laag uitzetten, dan zie je dat die op een mooi geblokt achtergrondje staat. En dat geblokte betekent niks anders dan dat alles wat om de roos zit, dat is transparant. We gaan nu een nieuwe laag maken, een nieuwe witte laag maken om achter de roos te zetten. Dus we gaan nu weer een nieuwe laag maken. Die laag die vinken we wit aan. En dan klik je op OK. Nu moet je niet schrikken, want nu lijkt het net alsof alles weg is. Maar dat komt omdat die laag over die andere laag heen zit. Als je hem aanklikt en je klikt op dit groene pijltje, dan plaats je de laag een eindje naar beneden en dan zie je dat de roos keurig netjes op het witte vel staat. De oude laag, die gooien we weg, dus die klikken we aan en dan klikken we op het emmertje. En nu hebben we een compleet nieuwe afbeelding gekregen van een uitgeknipte roos. Ik vind hem alleen nog niet helemaal mooi netjes uitgeknipt. Ik zie hier nog een stukje en ik zie hier nog een dingetje wat ik niet helemaal mooi vind en hier. Dus dat ga ik nog eventjes verwijderen. Ik ga daar nog eventjes een keertje overheen met de vrije selectie. En dan klik ik op delete. En dan moet ik wel, dat is een heel goed voorbeeld, wel even de juiste laag aanklikken. Dus ik Ctrl-Z, dan ga je een stap terug. Geplakte laag, dat is de roos. Als ik nu op delete druk, gaat wel dat juiste stukje weg. En hier ook nog een keer. Een beetje dichter langs het randje. En delete. En hier vind ik die hoekje, dat vind ik niet zo heel mooi, zo'n heel scherp hoekje. En ik klik weer op delete. En dit beetje selectie wil ik ook nog weg hebben, dus klik ik rechts en dan selecteren en dan geen. Als ik nu op de min-toets druk van mijn toetsenbord, dan zoom ik uit en dan kan ik zien hoe groot de roos op het witte vel staat. Ik vind dat prima zo. Ik wil hem zo bewaren. Daar gaan we ook nog wat over vertellen. We gaan nu naar bestand.
ga naar opslaan. Dan krijg je dit venster. Ik wil hem opslaan in Pictures en dan in GIMP. En ik noem hem uitgeknipte roos. En dan klik ik op opslaan. Let op, je maakt nu dus weer een XCF bestand. Deze, hier moet je eigenlijk gewoon helemaal niks mee doen. Dus we gaan gewoon naar XCF bestand. En dan klik ik opslaan. Die XCF-bestand, dat is hetzelfde als een PSD-bestand in Photoshop. Dat is het bestand met de lagen. Als je deze foto wilt showen op bijvoorbeeld Facebook, dan moet je er een JPG van maken. Om er een JPG van te maken, moet je hem exporteren. Nu heb ik hem al een keer geëxporteerd, dus bij mij komt hier Export As te staan. Of naar uitgeknipte roos JPG exporteren. Bij jou staat het hier waarschijnlijk gewoon export, als je hem nog niet had geëxporteerd. Dus als je het voor de tweede keer wil doen, dan krijg je hetzelfde als wat ik heb. Dus ik klik even op export as en klik anders gewoon even op export. Dan verschijnt dit venster. Je noemt hem dus, je kunt hem een andere naam geven, je kunt hem dezelfde naam geven, maar waar je voor moet zorgen is dat hier JPG achter staat. Dus niks anders dan JPG. JPG. En in de juiste map zetten en dan klikken op exporteren. En dan krijg je nog dit venstertje. De kwaliteit, ik zet voor internetgebruik meestal de kwaliteit op 80. Omdat dan de bestanden wat kleiner worden en wat sneller laden in bijvoorbeeld een website. En dan klik je op exporteren. En dan heb je hem geëxporteerd. We gaan eventjes checken. Dit is de map waar die in geëxporteerd is, naar mijn GIMP map. Daar zien we nu de gewone foto. We zien de test uit een eerdere oefening. We zien de uitgeknipte roos. En de GIMP image roos. Nu is dit is gewoon een vast plaatje die je kunt delen op Facebook bijvoorbeeld. En dit is het bestand die de lagen heeft bewaard en waar je dus later weer mee verder kunt werken. Dus ik zou zeggen bewaar lekker deze laag, want daar gaan we zeker nog wat mee doen. En dan wens ik iedereen een fijne dag verder en bedankt voor het kijken.